In het kader van de jubileumviering van de Anton de Kom Universiteit wordt vandaag tot en met februari 2019 een Open Campus Lecture Series gehouden. Het thema van deze lecture is Sustainability of the Guyana Shield. De Open Campus Lecture wordt ook wel Studium Generale genoemd. Professor Jack Menke zegt dat de universiteit hiermee enerzijds beoogt een brug te slaan tussen faculteiten, onderzoeksinstituten en disciplines en anderzijds wil zij wetenschappelijke kennis verbinden met beleidsacties. Het ligt ook in de bedoeling hiermee beleidsmakers in de publieke en private sector te betrekken bij kennisontwikkeling gericht op een duurzame benutting van hulpbronnen in de Guyana Shield. Het bijzondere ervan is, het hoofdthema is het Guyana Shield. En dan zeggen heel veel mensen van wat is dat? Guyana Shield is eigenlijk, het lijkt op wat we vroeger op de lagere school noemden het Eldorado. Weet je, toen de Europeanen kwamen om te koloniseren, dat rijke gebied, dat geologisch rijk gebied met diamant, goud, mangaan en allerlei delfstoffen. Olie. Olie voor de kust. En dan, maar een heleboel mensen weten van nu dat je het is een goudkoorts en dat speelt zich af op het Guyana Shield. Toch de Garimpeiros, de grote maatschappijen, I Am Gold, maar ook buiten Suriname, omdat het Guyana Shield is een naam, een geologische naam, 3 miljard jaren geleden ontstaan. En dat is rijk aan mineralen, maar het is ook rijk aan bos. Toch, Suriname is het meest bosrijke land en rijk aan cultuur. Dus wat hebben we gezegd? We gaan dit gebied highlighten met ook dus de grenslanden. Want het Guyana Shield zit ook in Guyana, in Frans-Guyana, in Brazil, in Colombia een stuk en ook een stukje Venezuela en zelf een heel klein stuk in Peru. Dus eigenlijk 7 landen bij elkaar. En het is, als je kijkt naar het bosgebied en de diversiteit aan cultuur en planten, die biodiversiteit, is het eigenlijk een deel van het grote Amazonewoud. Voor de wereld is het Guyana Shield het rijkste gebied aan cultuur, biodiversiteit en mineralen. Dwars door al deze rijkdommen heen wil de Arecus aandacht vragen voor de duurzaamheid. Het gebied moet namelijk nuttig gebruikt worden, benadrukt Menke. Die Open Campus Series die is ingedeeld in 4 blokken. En het eerste blok begint vanavond om 7 uur. En het eerste blok gaat eigenlijk over het begrip duurzaamheid en cultuur en een stukje geschiedenis. En dat duurt 5 dagen. Dus van maandag tot en met vrijdag. En woensdag valt natuurlijk weg, want dan hebben we weer een mooie feestdag, Diwali. En het wordt vanavond dus geopend om 7 uur. En dan heb je iedere keer 's avonds een openbare lezing. En dan mag iedereen komen, studenten, geïnteresseerden, wetenschappers, beleidsmensen. En dan 's morgens, de volgende dag morgen, is er een workshop. Dus er is steeds een workshop voor een verdieping. En dan kunnen studenten eraan deelnemen en studiepunten verdienen. Dat is eigenlijk in grote lijnen de opzet. Maar wordt er tijdens die lezing ook gediscussieerd of is het alleen maar informatie tot je nemen? Nee, natuurlijk wordt er gediscussieerd, want de universiteit is juist voor dialoog, voor een beetje uitwisseling van gedachten. Dat is eigenlijk het eerste kenmerk. En bij de tweede dag, dus die workshop, is er meer dan discussie, omdat er dan weer in thema's, kleinere thema's, wordt de zaak uitgewerkt. Menke geeft verder aan dat na de 4 maanden er een policy paper, oftewel beleidsnota, geformuleerd zal worden. Hierin zullen de actiepunten verwerkt zijn, zegt Menke. Omdat we eigenlijk vinden dat duurzaamheid is een kernbegrip aan de universiteit. Toch, het past eigenlijk binnen de 3 pijlers van het strategisch plan. Toch, de 3 pijlers zijn biodiversiteit. Tweede is diversiteit van de samenleving. En het 3e pijler van het strategisch plan van de universiteit is duurzame lokale productie. Maar duurzaam hoor je continu, je hoort het ook in beleidsplannen. Alleen wordt het in het beleid vaak even genoemd en dan wordt het weer een beetje vergeten en naar achteren geduwd. Terwijl die duurzaamheid is eigenlijk een van de kernelementen van als je werkelijk ontwikkeling wil hebben. Want als je zegt ontwikkeling, moet het eigenlijk uit de aard van dat woord ontwikkeling, moet het duurzaam zijn.
Met als het karo weer faya is, je hebt het even. Weet je, je krijgt veel geld in je portemonnee. Er komt veel geld uit bauxiet of goud. En dan plotseling krijgen we inflatie. Dan is het niet duurzaam. Dus eigenlijk is de vraag hoe je dit gebied met zo'n rijkdom aan cultuur, toch van marrons, van inheemse, van archeologie, zo'n rijkdom aan bos en zo'n rijkdom aan mineralen, hoe moet je eigenlijk dat spanningsveld dat er continu ontstaat, toch, want mensen willen graven en goud winnen om snel geld te verdienen, hoe moet je eigenlijk ervoor zorgen dat er verantwoord wordt gemeend en hoe moet je ervoor zorgen dat je ook uit andere, laten we zeggen, rijkdommen, toch zoals het bos met medicinale planten en daaraan gekoppeld ook de wijsheid van de inheemse bevolking en van de marrons over hoe je die medicinale planten kan gebruiken tegen van alles en nog wat, tot zelf ongeneesbare ziekten, hoe moet je eigenlijk die balans brengen? Professor Jack Menke over de Open Campus Lecture Serie, oftewel Studium Generale, die vanavond van start gaat op het universiteitscomplex. Deze serie duurt tot februari 2019 en is ook opengesteld voor het publiek.